Welkom bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne van Paassen. Ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat jij zelf nu denkt. In deze podcast interview ik inspirerende gasten en geef ik tips om structureel topprestaties te leveren. Hiervoor heb je een hoge energie nodig die je met toewijding doelgericht inzet. Niet als een eendagsvlieg, maar juist keer op keer. En dat vraagt durf en lef. Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on in. Dit is de Peak Performance Podcast, de podcast voor winnaars. Dat hebben jullie zojuist gehoord in de intro van deze podcastshow. Net een nieuwe intro heb ik opgenomen en ik vind het gaaf om mensen te interviewen die in mijn ogen echt op hun manier topprestaties leveren. En zo ook Bjorn van de Langeberg. Bjorn ken ik ondertussen al een behoorlijk lange tijd en ik vroeg hem of ik hem mocht interviewen voor mijn podcastshow. En hij was echt vereerd. En hij had zoiets van, waarom wil je mij nu interviewen, Sanne? En toen vertelde ik hem dat ik echt hem bewonder, omdat hij echt zijn eigen pad volgt. Hij volgt zijn hart, ook al is dat niet altijd even makkelijk. Hij gaat zijn droom achterna en doet dit vol overtuiging, vol passie. En dat is niet altijd even makkelijk. En ik vind het zo gaaf om te zien dat hij dit doet. En ik hoor heel vaak dat mensen dit heel graag zouden willen. Hij is echt iemand die dit gewoon dus ook echt doet. Mijn petje af voor hem. En dat is ook de reden waarom ik hem interview in deze podcastshow. Het is echt een heel mooi gesprek. Een kwetsbaar gesprek. Over het leven. Over hoe je je eigen business neerzet. Hoe je met je angst omgaat. Hoe je die overwint. Dus ik zou zeggen, ga luisteren, ga genieten en ga ook met de learnings uit deze podcast aan de slag. Want de boodschap die in deze podcast zit is, kom echt in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Veel plezier. Welkom Bjorn. Welkom hier op het zwembad. Dankjewel Sanne. Ja. Bjorn, waar krijg jij het meeste energie van? Op de fiets, fietsen. Ja. Ja? Is het altijd zo geweest? Ja, vroeger voetballen. Voetballen? Ja, totdat ik enkel blessures kreeg. Mm-hmm. En toen zei de dokter op een gegeven moment tegen mij, ga maar eens een andere hobby zoeken, want ik zie jou veel te vaak. Uh-huh. Uh-huh. En toen is fietsen geworden. Ja, en hoe lang doe je dat nu al? Even denken, 2012, 2013 heb ik al op de 6 gedaan. Mm-hmm. Toen ben ik echt serieus gaan fietsen. Ja, serieus. Ik was geen prof zoals jij, maar iets meer ben gaan fietsen. Ja. En iets meer gaan fietsen. Hoeveel fiets je op dit moment? Gemiddeld 1000 kilometer per maand. Per maand? En, ja, dat is wel een beetje mijn doel iedere maand, ja. Zeg me echt helemaal niks, ondanks dat ik misschien heel veel op de fiets heb gezeten. Want hoe vaak fiets je dan in de week? 3 keer ongeveer. 3 keer in de week. 2 keer in de week op de fiets naar het werk. En op zondag lekker toeren met mijn vrienden. Mooi. Dan ga je. En dan op de weg of in de bossen? Nu met name off-road. Off-road, ja. Dus in de bossen of lekker gravelen. Oh, cool, ja. Dat is ook mijn voorkeur natuurlijk. En op de weg vind ik me een beetje saai, zo die lange rechte stukken. Ja, inderdaad. Fiets leidt ook veel te veel, hè? Dat is fiets. Dus dat is inderdaad ook zo. Maar Bjorn, waarom ik jou uit heb genodigd voor deze podcast is gewoon dat ik het gaaf vind omdat jij in mijn ogen, maar ik denk in de ogen van heel veel mensen, echt doet wat je heel graag wil doen. Dat je je eigen pad bewandelt. En ik weet uit ervaring dat het niet altijd makkelijk is om je eigen pad te bewandelen. Maar ik vind het gewoon heel gaaf om te zien dat je ervoor bent gegaan en dat je het gewoon bent gaan doen. En daarom vond ik het gewoon heel gaaf om jou te spreken. En misschien ook wel leuk om te horen dat ik afgelopen week nog iemand heb gesproken. En die sprak ik. Was een van mijn potentiële klanten van mij die met mij wilde gaan samenwerken. En die zei echt letterlijk tegen mij, ja, ik zie Bjorn zo'n gave dingen doen. Ken je hem? Ik zei, ja, ik ken Bjorn goed. Echt waar? Ja. Oh, dan ben ik wel benieuwd hoe dit is. Maar dat was dus wel heel tof.
dat hij dat benoemde, dat hij het gaaf vond dat jij gewoon je eigen pad volgt. Dus vertel eens even voor de luisteraar, wat doe je nu precies op dit moment? Nu op dit moment heb ik mijn eigen bedrijf, Super Sport Events. Ik organiseer allerlei sportevenementen, clinics, presentaties met topsporters. Ik ben freelance event manager voor verschillende organisaties. En ik wil eigenlijk steeds meer de wielersport in. Dus leuke wielerevenementen organiseren. Jij zegt, ik wil steeds meer de wielersport in. Maar als ik jou dan zie, dan denk ik, ja, jij zit al gewoon volop in de wielersport. Ja. Komt misschien zo over, maar ja, er zou nog veel meer bij kunnen. En ik heb mijn dromen. Ik wil heel graag een keer bij een grote wielerronde betrokken zijn. Mm-hmm. En daar ben je niet zomaar bij betrokken. Nee. En een grote wielerronde, welke precies? Nou, ik heb toevallig afgelopen week mogen pitchen in SX, waar ik mijn werkplek heb. Mm-hmm. SX is een verzamelgebouw in Eindhoven. Ja, een verzamelpand waar 50 bedrijven zitten op het gebied van sport, marketing, media. Ik ben een onderdeel van van SX Open. Dat zijn allemaal startende ondernemers. En wij hebben afgelopen week mochten we elkaar ons jaarplan pitchen. En een van de vragen die we eigenlijk moesten beantwoorden van was, wat is jouw stip op de horizon? Mm-hmm. En toen heb ik aangegeven, ik zou heel graag betrokken willen zijn bij een grote wielerronde die start in ons eigen land. En het liefst de Tour de France. Ja. Ja, en dat gebeurt niet ieder jaar. Nee. Toevallig is volgend jaar de start van de Vuelta in Nederland. Dus ja, daar ben ik me nu een beetje op aan het focussen. Van hoe kom ik in dat netwerk om dat ik daar ook iets in mag betekenen en kan betekenen. En dat is niet, dan spreek je niet over 2019, maar 2020. Dat is 2020, ja. Maar die voorbereidingen die beginnen nu overal al. Mm-hmm. De afgelopen week was in Breda eigenlijk de kick-off van de Vuelta plannen. En dat was ook leuk. Dat was ook de vraag bij die pitch van die jaarplannen van ons. Was je stip op de horizon? En wat ga je morgen doen om dat doel te bereiken? En toevallig was je volgende dag de kick-off van de Vuelta in Breda. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En was je dat van tevoren al van plan? Daar was ik wel van plan, maar ook pas die week, afgelopen week besloten. Mm-hmm, mm-hmm. Omdat ik het via hoorde. Oh, wat gaaf, want dat, zo werkt het eenmaal. Je formuleert een droom. Nou, je hebt echt een heel concreet doel gerealiseerd. Volgend jaar bij de Vuelta daar een belangrijke taak vervullen. En vervolgens is het natuurlijk belangrijk dat je in actie komt. En dat deden ze ook meteen. Ja. En wat is daar uitgerold? Nou, ik ben naar die kick-off geweest. En ja, dat vond ik eigenlijk best spannend. Ik dacht, ja, ik ga er alleen naartoe. Dadelijk ken ik niemand. Maar ik kom eraan en er waren denk ik wel tientallen mensen die ik kende. En ook mensen die op mij afkwamen, die ik niet kende, maar die mij kenden. Mm-hmm. Ja, dat ging eigenlijk beter dan verwacht. En doordat ik daar ben geweest, heb ik nu al 3 vervolggesprekken met mensen die geïnteresseerd zijn om eens te kijken van, hey Bjorn, wat kunnen we rondom de Vuelta doen? Want ze willen allerlei side-events organiseren. Mm-hmm. Ze willen het bedrijfsleven erbij betrekken. Mm-hmm. Ja, toevallig zit ik daar ook een beetje in die hoek. Dus wie weet. En want dit is eigenlijk wel meteen een concrete tip voor de luisteraar. Van kom echt in actie en kom in beweging. Stel een droom, ga het doen. En wat ik heel erg belangrijk is en wat ik jou hoor zeggen is, omring je met de juiste mensen die je dus inspireren. Om uiteindelijk dat je daardoor ook echt in beweging laat komen. En waardoor je echt gewoon denkt, oké, ik ga het gewoon doen. En je hebt een groep van ondernemers bij het SX waar je denkt, oké, ja, weet je, ik wil hier ook al volgend jaar weer staan. Dat je denkt, ik heb dat gerealiseerd. Of komen jullie naar de velden, want dan organiseer ik toffe events. Dus dat is denk ik voor de luisteraars heel belangrijk. Mm-hmm. Maar heb je voor jezelf concreet wat jij precies tijdens die Vuelta wilt gaan doen? Wat jouw taak gaat worden? Of jouw droomtaak gaat worden? Of droom-event? Om eerlijk te zijn, niet. Ik doe alles op gevoel. Mm-hmm. Alles op gevoel en vanuit een passie. Ik vind het super om fietsevenementen te organiseren, om ermee bezig te zijn. Mm-hmm. Ja, en de Vuelta is zo groot. Ja, daar kun je zoveel in betekenen.
ik ga er gewoon blanco in en ik ga gewoon netwerken en mm-hmm. ja, dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ja, werkt dat voor jou best, dus dat je er open in gaat en dat je dan dat je dan maar ziet wat je op je pad komt? Want ik kan me niet voorstellen, als ik jou een beetje ken, dat jij blij bent met een elektrische fietsenrace voor opa's en oma's om ze te activeren op de fiets te gaan komen. Nee, dat klopt. Ja, toen ik daar was, toen werd al kenbaar gemaakt. Ze wilden het bedrijfsleven erbij betrekken. Mm-hmm. En toen had ik meteen zoiets. Hey, ik ben lid van Chima Copy. Mm-hmm. Ben jij ook, hè, Sander? Ja. Even voor de luisteraars. Chima mag les. Ja, tuurlijk. Ja. Chima Copy is een netwerkclub voor fietsende ondernemers. Een landelijk netwerk. En we fietsen inmiddels op 10, 11 locaties door Nederland. Iedere eerste vrijdag van de maand gaan we met elkaar fietsen. En toevallig hebben we ook een team in Breda. Dus ik ben naar de kick-off gegaan en toen bleek dat daar al 4 of 5 man van Chima Copy Breda was. Mm-hmm. Maar die stonden een beetje passief daar te luisteren. En toen zei ik meteen van jongens, 2020, volgende Chima Copy event, landelijk event, Vuelta Breda starten. Ja, uiteraard. Ja. Dus dat is sowieso al een haakje waar we misschien iets mee kunnen. Ja, gaaf. En leuk. Dus voor de luisteraars, als ze mee willen fietsen, wij fietsen allebei in Eindhoven, dus ja. Laat ons even een berichtje achter als jullie mee willen fietsen met ons. Dan kunnen jullie met ons een keer mee fietsen, altijd heel erg gezellig. Ja, super. En mooi netwerk aan ondernemers houd je daar aan over. Dus je bent echt concreet die stappen aan het zetten voor die Vuelta. Enorm gaaf, maar wat misschien nog wel even interessant is, want ik weet dat wij ook een gemeenschappelijke deler hebben. We hebben allebei een agrarische achtergrond. Volgens mij, neem ons even mee. Hoe ben je opgevoed en wat waren vroeger je ambities? Nou, ik ben de oudste uit een gezin van 5 kinderen. En mijn ouders hadden een boomkwekerij. En ik was eigenlijk in de wieg gelegd om thuis de kwekerij over te nemen. Zo gaat het thuis, hè? Je bent de oudste. Dus ik weet niet hoe het bij jullie was op de boerderij. Ja, werd min of meer verwacht tussen haakjes, ja. Ja, jij bent ook de oudste. Ik ben ook de oudste, ja. Dus van 4 kinderen. Eigenlijk, van de 4. Ja. Je zou eigenlijk boerin worden. Vroeger wilde ik altijd boerin worden. totdat ik de fiets ontdekte. En dat ik ook wel besefte van, weet je wel, een boerderij is 24/7 hard werken. En toen ik eenmaal aan mijn sport veel aan het sporten was, was dat onmogelijk natuurlijk. Maar op dit moment denk ik nog altijd van, ja, het is wel een geweldig mooi leven, het boerenleven. Ja. Hoe ging dat bij jou? We hadden een boomkwekerij. Mm-hmm. En dat is altijd hard werken, 24/7, wat je net vertelt. Oudste, in de wieg gelegd om bedrijf over te nemen. Dus ja, je gaat automatisch naar je basisschool, middelbare opleiding, rol je eigenlijk het agrarische leven in. Ik ben de has gaan doen in een bos, mm-hmm. een hogere agrarische school. En ik ben daarna meteen in bedrijf gerold. Maar ja, ik heb dat uiteindelijk 10 jaar volgehouden. Maar ik miste gewoon iets. Ik kon met mijn vader vaak niet eens worden over de bedrijfsvoering. Hij had het altijd op zijn manier gedaan. Ik wilde het anders doen. Dus dat leverde vaak wel wat spanning. Ja, spanning op. En ik heb nooit echt de passie gevoeld van hier ga ik oud mee worden. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik wel echt bij mezelf na gaan denken van wil ik hier wel mee doorgaan? Maar even terug, hè, want je zegt, je stelt die vraag, wil ik hiermee doorgaan? Maar wat is dan het moment, of weet je van jezelf, op het moment dat je in één keer denkt, weet je, dit kost me te veel energie, het is tijd voor iets anders? Ja, daar is wel echt een paar jaar overheen gegaan. Dat is een lang verhaal. We zouden een tweede woning bij gaan bouwen. Daar zou ik met mijn vriendin gaan wonen. Dat was allemaal moeilijk vanuit de gemeente. Moeten we allemaal denk ik niet te veel over uitweiden nu. Maar voor jezelf, dat je in één keer merkte van... Ja, ik stond gewoon stil in mijn ontwikkeling. En ik kon mijn energie niet kwijt. En ik kwam eigenlijk alleen met negatieve energie thuis. En sport was op dat moment echt mijn uitlaatklep. Ja. Merkte je dan ook dat je
aan je lichaam? Dat je verkrampte in je lichaam bijvoorbeeld? Ja, meer in mijn, niet zozeer in mijn lichaam, maar meer in mijn humeur. En daar had Stephanie mijn, toen was vriendin, inmiddels vrouw, die was af en toe de dupe van. Ja, uiteraard, ja. En ja, ik wilde dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Ja. En ik vond het dan lekker, als ik ging sporten, dan kon ik mijn hoofd leegmaken. En in mijn vrije tijd, voor de vriendenclub, voor de voetbalclub, ik was echt een organisator. Ja. Dat vond ik leuk om dingen te organiseren. En toen kwam ik per toeval in 2013, werd ik gevraagd om mee te doen met Alpe d'Huez. Mm-hmm. En daar heb ik me toen echt helemaal op gefocust en gegooid van iedereen gaat die berg 6 keer beklimmen. Ik ga hem 7 keer beklimmen. Oh, dat heb je 7 keer gedaan? Ja. Nee. En daarnaast wil ik zoveel mogelijk geld inzamelen. Uh-huh. Dus ik heb enorm veel evenementen georganiseerd om geld in te zamelen. Ik had mezelf tot doel gesteld. Ik zei tegen iedereen, ik ga minimaal 6 keer beklimmen. Maar ik wist van mezelf al, ja, er gaan er sowieso 7 worden. Uh-huh. Ja, dan ben ik zo vol energie en passie ingesprongen en ja, uiteindelijk met gemak 7 keer beklommen. Ik had het nog 8 keer kunnen doen, maar ja dan streefde ik een beetje mijn doel voorbij daar, want het ging echt om het goede doel en niet om mijn sportieve prestatie. Maar dat gaf me zoveel energie, heel dat traject ernaartoe en het evenement en het organiseren van evenementen om geld in te zamelen. En ik zag daar wat, ja, wat sport met mensen doet, hoe het inspireert en verbindt. En dacht, ja, hier wil ik gewoon iets mee gaan doen. En toen, ja, bijna letterlijk op de top van Alpe d'Huez heb ik keuze gemaakt van, ja, ik ga het bedrijf gewoon niet overnemen. Ik ga voor mezelf beginnen en de sport in. Zo, want je zat op dat moment al echt in het bedrijf bij je ouders. Dus je hebt echt die keus gemaakt en zelf weer de regie genomen van, het is tijd voor iets anders. Ja, het was heel moeilijk toen. En ik zag er ook wat tegenop, omdat iedereen dacht van, ja, Bjorn de oudste, die gaat thuis het bedrijf overnemen. Je komt in een gespreid bedje terecht. Wat gaat hij nou doen? Ja, ja, ja. Ja, wel super knap. Ja, als ik zo terugkijk. Maar je zegt, het is een moeilijke keuze. Maar hoe heb jij ervoor gezorgd bij jezelf? Je hebt maakt die keuze bovenop die berg. En ik denk dat wij dat allemaal wel herkennen. Dus je denkt, oké, ik ga een andere weg kiezen. Maar om dat dan vervolgens ook echt te doen en ook door te blijven zetten, hoe heb je daarvoor gezorgd? Nou, ik heb toen de tijd eigenlijk zo iemand zoals jij, een coach gehad. Mm-hmm. Die mij gewoon, ja, hij was mijn klankbord. Daar kon ik gewoon af en toe mijn gevoel kwijt. En waar ik allemaal mee aan het worstelen was. Mm-hmm. En door die gesprekken met hem ben ik op een gegeven moment echt tot de conclusie gekomen van, ja, nee, ik moet gewoon voor mezelf kiezen. Ja. En ja, toen heb ik de knoop doorgehakt. Ja, knap hoor. Ja, en dat wat je ook zegt, het is belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Want uiteindelijk, hè, wat je net zei, je zat niet lekker in je vel. Je had consequenties voor hoe je thuis was, je humeur. En dat zie ik ook heel vaak, weet ook in de klanten die ik begeleid, weet van, ja, op het moment dat je zelf ergens mee worstelt, ja, dan ben je geen leukere versie van jezelf. En vaak blijven worstelen omdat dat wij denken, omdat dat de makkelijkste weg is. Maar onbewust zijn we dus geen leuke versie van onszelf. En daarom zijn we voor onze omgeving ook niet zo leuk. Mm-hmm. Maar je hebt dus die knop om weten te zetten. En toen, want je hebt, je dacht, ik ga de sport in. Maar je komt niet zomaar die sport in. Of ja, althans, het lijkt me best lastig om daar zomaar even iets mee te doen. Want het is ook een jongensdroom die heel veel mensen hebben. Ja, klopt. Ik had geen netwerk, geen opleiding, ik had helemaal niks. Alleen een droom. En toen ben ik een bedrijfsplan gaan schrijven. Sorry dat ik af en toe hoest. Nee, maakt toch niet uit, het is tijd van het jaar, hè? Ja, precies. Toen ben ik een bedrijfsplan gaan schrijven. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon mezelf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ben ik heel veel gaan netwerken. Mm-hmm. Want ik had al vrij snel in de gaten, de branche waarin ik mijn geld wil gaan verdienen, is netwerk gewoon heel belangrijk. Ja, op het begin was dat best moeilijk. Ik ben bij allerlei netwerkclubjes lid geworden.
En vaak moest je daar in Colbert met stropdas en kaartjes strooien. Moest je je netwerk uitbreiden. Dat was niet echt mijn ding. En ik heb al eens afspraken gehad, kennismakingsafspraken. Ik zeg, kom maar naar de kwekerijkantoor. Mm-hmm. Of heb ik niet eens gezegd, kom maar naar de kwekerij. Gewoon een adres opgegeven. En dat ik gewoon werd gebeld 10 minuten van tevoren voor een afspraak. Ja, Bjorn, ik sta hier voor een boomkwekerij. Ik weet niet of het goed zit. Leuk. Ja, dan leg je het uit en dan kunnen ze er wel om lachen. Mm-hmm, mm-hmm. Maar ik had wel in de gaten van, ja, shit, als ik mijn bedrijf serieus van de grond wil krijgen, moet ik wel op een serieuze plek zitten. Yeah. En toen ben ik eigenlijk per toeval in contact gekomen met SX, waar ik nu zit. Mm-hmm. SX is een initiatief vanuit Triple Double. Yeah. Daar is Bob van Oosterhout, de directeur. Daar had ik via op social media, was ik hem op het spoor gekomen, een keer een mail gestuurd. En gezegd van, ik ben Bjorn, ik was boomkweker en ik wil nu de sport in. En jij hebt vast een groot netwerk, misschien kun je mij helpen. En dan kreeg ik meteen een reactie terug van, super tof Bjorn, waar je mee bezig bent. Maar ik ben rete druk op het moment, want ik ga in Eindhoven een bedrijfsverzamelpand beginnen voor allerlei bedrijven uit de sport. Maar ik heb daar ook een afdeling voor startende bedrijven. Dus kom naar de opening, want het is echt iets voor jou. Nou, dus ik ben daar geweest en ja, toen had ik meteen zoiets, hier moet ik zitten. Dus ik ben daar begonnen en ik de eerste maanden heel veel gesprekken gepland met bedrijven die daar zaten. Gewoon om eens kennis te maken en te vertellen wie ik was. En er was al heel snel bereidheid om mij te helpen, om in contact te brengen met topsporters en... Ja, van daaruit heb ik mijn eerste referenties opgebouwd. Toen ik steeds meer in de gaten van, hey, ja, het netwerk is wel echt belangrijk. En als je de juiste mensen kent, wordt het gewoon zoveel makkelijker. En toen kwam ik weer per toeval in contact met Chima Koppi, waar we het net over hadden. Mm-hmm. En dat was dus echt een netwerkclub met ondernemers. Ja, die allemaal dezelfde passie delen voor de fiets. En daar voelde ik me meteen thuis. Dus dan ben ik als lid begonnen. En die netwerkclub die was opgericht door Steven Rooks en Danny Nelissen, twee oude profs. Maar die waren heel druk met andere werkzaamheden. Die wilden eigenlijk uit het bestuur. Dus die vroeg al vrij snel van, Bjorn, jij bent een organisator. Is het niks voor jou om mee in bestuur te komen? Ja, daar zag ik wel zitten. Dus ben ik mee in bestuur gegaan. Een hoop dingen geregeld voor de club. Dat deed ik allemaal vrijwillig. Geen rode cent mee verdiend. Maar ik had wel zoiets van, ja, hier zit mijn doelgroep. Als ik hier mijn nek uitsteek, ja, dan komt er vast wel iets leuks op mijn pad. En ja, dat gebeurde eigenlijk ook. Want van daaruit heb ik de grote baas van de campus, zo noem ik hem altijd. De high-tech campus. Van de high-tech campus leren kennen. En ja, die had tot doel om de high-tech campus, de aantrekkelijkheid van die campus te vergroten. Door ervoor te zorgen dat mensen daar niet alleen komen om te werken, maar ook op het gebied van sport en vitaliteit, dat er van alles te beleven was. Dus ze zochten een eventmanager om daar sportevenementen te organiseren. En ja, daar ben ik uiteindelijk geworden. Dus daar heb ik inmiddels behoorlijk wat werk. En wat voor events organiseer je daar dan? Ja, heel breed. Een wielerfestival, een hardloopwedstrijd, een triathlon, een trailrun. Volgende maand hebben we een MTB-challenge. Er liggen nu ook alweer plannen om volgend jaar winter een schaatsmarathon te gaan organiseren met de schaatsbaan hier op de Gennepenparken. Oh, cool. Dus dat is ja, super, superleuke plek en er zit heel veel potentie. Dus daar kan ik heel veel tijd en energie en alles in kwijt. Wat is jullie doel dan? Want de high-tech campus, voor hetgeen die dat niet kennen, is hier in Eindhoven een heel groot terrein waar heel veel bedrijven zitten, high-tech bedrijven. Ik heb er zelf ook een tijdje gewerkt toen ik nog werkzaam was bij Shimano. Het is echt een bruisende club of een bruisende plek met echt allerlei nationaliteiten. En als je daar dan rondloopt, althans dat heb ik dan, denk ik zo, hier lopen echt heel veel slimme koppen rond, dan voel ik mezelf iets minder slim. Ah, dat is overdreven, maar je ziet, weet je, er zitten wel echt gewoon, ja, werken veel knappe koppen. Toch, mag ik dat zeggen? Ja, klopt. De high-tech campus presenteert zich ook als de slimste vierkante kilometer van Europa. Ja.
ja, ons doel is om van die slimste vierkante kilometer ook de meest vitale vierkante kilometer te maken. Want ze zijn allemaal heel slim, maar bewegen hebben ze nog niet uitgevonden. Nee, ja. Ja, en dat is inderdaad wel een ding. Maar ik weet ook wat ze bijvoorbeeld hebben. Want ze hebben geen eigen bedrijfskantine. Ze hebben daar de strip. En dus iedereen, wat daar gebeurt rond de lunch, dan gaat wel iedereen van een werkplek af en die loopt wel naar buiten. Want dan krioelt het. Ja, dat is net een mierennest dan. Ja. Ja. Maar dat is ook volgens mij de enige beweging die ze hebben tijdens lunchpauze. Ja. Verder zitten ze daar de hele dag tussen vier muren. En wat ik eigenlijk samen met Campus Health en Sports Club, de organisatie die mij inhuurt, wat wij proberen te creëren is dat ze ook in hun vrije tijd wat meer gaan sporten en bewegen op de campus. Ja, cool. Ja, gave events. En wat doe je daarnaast nog? Wat voor evenementen organiseer je daarnaast nog? Ik ben echt begonnen met het organiseren van clinics en presentaties met topsporters. Heel breed, van judo clinics tot voetbal en fietsen. Maar wat ik net al vertelde, ik wil steeds meer de wielersport in. Mm-hmm. Dus ik ben me wel wat meer gaan focussen op wielerevenementen. Dat is een klein wereldje waar ook iedereen elkaar kent. En ja, als je geen oud wielrenner bent, dan is het best moeilijk om in dat wereldje terecht te komen. Mm-hmm. Dus ik ben ook daarin gaan nadenken, oké, hoe kan ik hier mijn netwerk in opbouwen? Toen ben ik wielercafés gaan organiseren. Gewoon een gezellige avond, drie profrenners erbij. Met een hoop publiek, wielerliefhebbers. Mm-hmm. Die onder het genot van een biertje verhalen van de renners aanhoorden. Mm-hmm. Op het begin ken ik alleen Carsten Kroon. Die heb ik een keer gevraagd van, wil je mijn eerste gast zijn in mijn wielercafé? Mm-hmm. Dat vond hij superleuk. En toen heb ik hem gevraagd van, ja, kun jij nog twee andere profrenners uitnodigen? Oh ja, dat was geen probleem. En toen heeft hij Laurens ten Dam en Bram Tankink uitgenodigd. Ja, dat was zo'n superleuke avond die eerste keer. Dat eigenlijk die renners al meteen zeiden, oh, dat moeten we vaker gaan doen, moeten gaan toeren. Dus toen ben ik vaker wielercafés gaan organiseren en van daaruit wel een soort, ik wil zeggen, bijna vriendschapsband wel opgebouwd met een aantal renners. En daardoor kreeg ik steeds meer naam en bekendheid. Mm-hmm. En nu heb ik zelfs Tom Dumoulin al een paar keer te gast gehad. Ja, cool. Ja. Ja. En wanneer of hoe vaak organiseer je zo'n wielercafé? Op het begin, dan praat ik 2016, toen deed ik het een paar keer per jaar. Mm-hmm. En maar op een gegeven moment leg je de lat voor jezelf steeds hoger en wil je ook steeds je gasten van een steeds grotere naam. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik ga dat nog maar één keer per jaar doen op eigen titel. Mm-hmm. En dan wil ik ook echt de topgasten. En zodoende dat ik nu voor Tom Dumoulin en Sam Ome, dat soort renners voor het als gast heb. Ja, cool. Ja. Ja. En is dat dan lucratief? Nee. het ligt eraan hoe je het bekijkt. Als je snel geld wil verdienen, nee. Nee. Maar om netwerk op te bouwen en van daaruit weer andere leuke opdrachten binnen te halen, zeker wel. Ja. Ja, maar ja, dat is ook wel hoe het werkt. En dat, wat ik ook zie dat heel veel ondernemers vergeten, is dat je ooit dingen, sowieso geven is heel erg belangrijk. Dat je dus waarde geeft. En dat doe je eigenlijk met een wielercafé. Geef je waarde en laat je ook andere mensen ervaren hoe het is als jij dingen organiseert. Dus je creëert een bepaalde vibe. En van daaruit denken ze, oh, we moeten die Björn hebben voor iets anders. Ja, precies. Ja, inderdaad. Het is, toch wel ook een gunfactor creëren. Mm-hmm. Ik heb nog nooit, dat durf ik echt met de hand op mijn hart te zeggen. Ik heb nog nooit iets georganiseerd vanuit de insteek, ik moet er geld mee verdienen. Maar gewoon echt omdat ik het gaaf vind. Omdat ik een passie heb voor organiseren van evenementen. En met name in de wielersport. Mm. Tijdens zo'n wielercafé zit ik achter de coulissen net zo hard mee te genieten als de mensen in de zaal. Ja, yeah, cool. Ja, en dat, de renners merken dat ook gewoon. En dan merk je gewoon op een gegeven moment tussen je dingen gaan gunnen. En dat je weer via je renners in contact komt met andere mensen. En daar komen dan weer leuke opdrachten uit. Leuk. Ja, op die manier ben ik mijn business aan het opbouwen. Ja. Maar je zegt, je bent eigenlijk gewoon op een
slimme manier aan netwerk gaan en eigenlijk je evenementen gaan organiseren. Omdat je, dat is jouw werk, ook evenementen organiseren. Heb je uiteindelijk dus je bedrijf gewoon neergezet. Ja, gewoon doen. Gewoon doen? Ja. Ja, dat is eigenlijk het geheim van alles, hè? Gewoon doen. En als je nu dan voor jezelf kijkt, want je hebt nu als doel gesteld om bij de Vuelta binnen te komen. Maar wat mag jij nog meer gewoon gaan doen? Poeh. Ja, toen ik begon, toen heb ik thuis de afspraak gemaakt. Ik ben toen nog wel thuis op de kwekerij blijven werken. Want ja, om in één keer die stap te zetten van de kwekerij naar de evenementenbranche. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Dus ik ben toen begonnen door thuis een dagje minder te gaan werken. 1 dag in de week voor mezelf. En dat heb ik de afgelopen jaren eigenlijk de kwekerij afgebouwd en mijn eigen business opgebouwd. En ik ben nu eigenlijk bijna 2 jaar fulltime bezig. Leuk feitje, volgende maand ben ik officieel 5 jaar voor mezelf al bezig. Volgend jaar. Zo snel vliegt de tijd alweer. Volgende maand. Volgende jaar, februari. 7 maart, officieel. Ja, 7 maart. Dat is nog een maandje. Cool. Ja. Ja, als ik terugkijk, op het begin had ik gedacht, ik ben veel sneller helemaal volledig voor mezelf bezig. Maar ja, zeker in de branche waarin ik actief ben, netwerk belangrijk is, dat heeft gewoon echt tijd gekost. En ik ben nu eigenlijk sinds 1,5-2 jaar fulltime voor mezelf bezig. Ja, we kunnen ervan leven. Het is nog geen vetpot. Maar ik wil het gewoon de komende jaren uitbreiden. Ja. Dat ik gewoon echt, dat ik niet meer na hoef te denken over, er moet brood op de plank komen. Dat ik gewoon echt voldoende business heb. En wat grotere klanten ook. Grotere opdrachten. Het heeft tijd nodig. En volgens mij ben ik wel op de goede weg. Maar vind je niet dat dat een mindfuck is? Ja. Gewetensvraag, hè? Ja, Sam. Hoe bedoel jij hem? Nou, hoe ik hem bedoel is, natuurlijk, je moet je credits verdienen en grotere klanten hebben. Maar ik geloof namelijk in dat jij al heel veel grote klanten hebt. Dus uiteindelijk is het een manier van hoe, dat je misschien op een slimmere manier je geld kan verdienen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ik weet niet of je daar mee bezig bent of dat. Ik ben altijd heel creatief. Dat merk ik zelf altijd. Weet je, dat ik altijd met mensen denk, oh ja, dat zou ook nog wel. En dus wat mijn vraag eigenlijk is zou je niet op een andere manier je business in kunnen steken? Dat je het op een creatieve manier, die stap kan maken. Dat het dan weer, in plaats van dat lang duurt, om die volgende stap te maken qua business. Ja, in die fase zit ik nu een beetje. Mm-hmm. Klopt wel. Afgelopen jaren, kijk, voor veel mensen lijkt het allemaal dat ik alleen maar met toffe dingen bezig ben. Maar het is gewoon echt super hard werken en heel veel investeren. Ja. En vaak maak je 2 keer zoveel uren als die je kunt factureren. Ja. Ja, nu ben ik wel op het punt te komen dat ik gewoon keuzes kan maken. En dat ik ook nu het netwerk heb om gave dingen op te starten. Ja, cool. Ik heb ook wat plannen met wat renners om leuke dingen te gaan organiseren. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig gehad om op dat punt te komen. Ja. Ja, dat is ook zo. Dingen kosten gewoon tijd. Van de andere kant, je hebt gewoon je thuissituatie. We hebben inmiddels 2 kleine kindjes. Ja, je wil ook dat er brood op de plank komt. Dus er zit een soort, toch wel een bepaalde druk achter. Ja. Dus je kunt niet alles maar op je beloop laten. Daarom zeg je aan de ene kant, ik heb tijd nodig. Maar eigenlijk wil je gewoon dat. Soms wil je dat die tijd sneller gaat. Ja, ja. Dus dat is het. En dat is het natuurlijk wel. Doet dat iets met jou? Dat je ooit denkt, ik had eigenlijk gewild dat soms dingen sneller gaan. Want je gaf al aan van, ik ben volgende maand 5 jaar ondernemer. Je werkt 2 jaar nu fulltime voor jezelf. Op het begin had je waarschijnlijk verwacht dat je veel eerder fulltime van jouw bedrijf zou kunnen leven. Wat heeft dat met jou gedaan? Ja, dat levert af en toe toch wel wat stress op. Mm-hmm. Ook al ben ik met dingen bezig die ik alleen maar tof vind. Yeah. Ja, toch zit er af en toe wel een stukje stress van
als het allemaal maar goed gaat en als ik maar genoeg verdien. En ja, ik wil thuis niks tekort komen. Ja. Natuurlijk, ik heb al vanuit... Dat is wat ik thuis mee heb gekregen, altijd hard werken en heb ik altijd gedaan. En zodoende ook wel een reservepotje opgebouwd, maar ja, dat is niet iets waar je op wil gaan teren. Nee. Er moet gewoon geld binnenkomen. Maar het gaat wel steeds beter, maar af en toe levert het wel stress op. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, vooral ook mensen die ondernemer zijn. Weet je, aan de ene kant wil je doen wat je heel erg leuk vindt, dus dat is al heel gaaf dat je gewoon die keuze hebt gemaakt. Maar we hadden het straks nog, voordat we de recorder aanzetten, hadden we het er nog over dat we... Ik had jou een filmpje laten zien over mijn presentatie en toen zei je, jij staat zo krachtig op het podium. Toen zei ik ook van, maar ja, ik heb ook nog steeds dat stemmetje in mijn hoofd. Zal ik wel goed mijn verhaal kunnen vertellen? Kan ik het publiek nog wel goed entertainen? En dat is eigenlijk hetzelfde stemmetje wat jij nu zegt, hè, van over zal ik wel genoeg verdienen? Dus lukt het me wel als ondernemer? Dat is natuurlijk een stukje die onzekerheid die wij allemaal hebben. Alleen wat natuurlijk de angst is, of angst, wat we vaak zien, is alleen die buitenkant. En we zien vaak alleen maar de resultaten. Die vette projecten die je aan het doen bent, of dat iemand op een podium staat, of iemand die heel hard fietst, of noem maar op. En ja, we zien natuurlijk niet wat er in dat hoofd omgaat en ook die stemmetjes die er wellicht kunnen zijn. Nee, klopt. Alleen die heeft iedereen. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Af en toe denk ik wel eens van jeetje. Ja, word je wel eens gek van je stemmetjes in je hoofd dan? Ja. En wat doe je dan? Wat doe ik dan? Ik pak de fiets, ga ik een stuk fietsen en dan maak ik mijn hoofd leeg. Dat dacht ik al. Ik denk, ja, zijn vraag die ik nu stel, dat was ik een inkoppertje. Die was een inkoppertje, ja. Maar ja, je verlegt je focus en je gaat daarvoor zorgen. Ja, dan kun je alles even relativeren. En, soms ben ik ook wel gewoon een beetje onzeker van, ja, ik was boomkweker. Ik heb nooit geen opleiding gehad. Dat vinden ze me wel goed genoeg in wat ik doe. Dat is iets wat ik mezelf aanpraat volgens mij. Ja. Want als ik iets organiseer, doe ik het gewoon goed. En krijg ik ook vaak alleen complimenten. Maar dat is af en toe wel iets waar ik te veel mee bezig ben. En, Zou je daar minder mee bezig willen zijn? Ja. Ja? En ben ik wel nieuwsgierig naar. Doe je dan ook bewust dingetjes die jou zelfvertrouwen een boost geven? Zelfvertrouwen of in ieder geval die... dat je het bewust, zeg maar, hè, wat ik in mijn sport deed. Waarom ik deze vraag stel, is... In het sporten gebruik ik heel veel, weet je wel, een stukje positief zelfspraak, maar ook een stukje visualiseren. Hoe wil ik mezelf voelen? En dan heb je dat in principe ook, want we hebben samen een keer de Nisramond gedaan. Een wedstrijd met kajakken, mountainbiken en trailrun. Maar je weet ook, hè, die stemmetjes komen ook net voorafgaand aan een wedstrijd. Van, ben ik wel goed genoeg? En vooral als je een duur race gaat doen, zou ik die anderen wel bij kunnen houden? Dus dat zijn eigenlijk dezelfde stemmetjes die opkomen. Hè. Je emotionele brein is dan aan het woord. En wat ik dus... binnen het sport heel erg heb geleerd. Dus om op mezelf te vertrouwen en dat altijd alles maar goed komt. En ik heb er alles aan gedaan. Dus dat ik dus voorafgaand aan de wedstrijd echt een mindset prep deed. Als ik jou dan zo hoor, dan denk ik, ja, weet je, volgens mij kan je daar ook heel veel dingetjes van toepassen in je, ja, in als ondernemer zijnde. Heb je daar ooit bij stilgestaan? Ja, als ik waar ik zelf wel ook inspiratie uit haal, is gewoon, ja, door op sportvlak weer mezelf een aantal doelen te stellen. Mm-hmm. En daar vol voor te gaan. En ja, als ik mezelf een sportief doel stel, dan haal ik hem ook. Yeah. En dat geeft mij energie. En ja, dan denk je, als ik daar op sportgebied kan, dan kan ik dat ook gewoon zakelijk. Yeah. Gewoon een doel stellen en jezelf schop om de kont geven en die stok achter de deur. Yeah. En, hetzelfde zoals we nu dus het jaarplan hebben gepresenteerd in SX. En dat ik gewoon ook publiekelijk uit heb gesproken. Ik wil bij de Vuelta betrokken zijn. Ja. Ja, dan daar is ook mijn stok achter de deur. Daar moet ik nu voor gaan. En ja. Fuck die onzekerheid. Ja. Ja.
gewoon gas erop en ja. Ja, wat gaaf, ja. Ja, weet je wel, dat is ook wat ik heb gezien. Op het moment dat je heel concreet doelen stelt, en ik heb het met mijn bedrijf ook nu afgelopen periode gedaan, heb ik ook echt resultaatdoelen gesteld, ook wel omzet. Ik vind het echt zo bizar, op het moment dat je dus heel concreet doelen stelt, dat 9 van 10 keer dat je die doelen ook realiseert. Ja. Dat is natuurlijk met sporten zo, maar dat is ook in het bedrijfsleven is dat ook zo. Ja, zeker. Ik ben er wel van overtuigd dat dat werkt. Ja, als je jezelf gewoon doelen stelt, of dat het nu sportief of zakelijk is, mm-hmm. Ja, dan heb je echt iets om je op te focussen en voor te gaan. En, ja. En met de juiste mindset moet dat ook lukken. Ja, tuurlijk. Ja, helemaal top. En wat wordt je sportieve doel dit jaar? Of doelen misschien wel? Ja, wij hebben afgelopen jaar samen meegedaan. Ik kwam er in Nisselmond. Daar heb ik zelf niet voorbereid meegedaan. Dat heb ik echt gevoeld. Dit jaar ga ik weer meedoen. Dat is eind maart al. We mm-hmm. doen nou niet samen mee. Maar ik doe nu dus gewoon met geen mixteam, maar met een mannenteam mee. Denk je sterker te zijn, hè? Ja. Dat is de reden, toch? Nee, absoluut niet. Want ik was afgelopen jaar blok aan jouw been. Maar daar wil ik nu dus niet zijn. Want we waren 21ste overal van de 300 ja, deelnemers of zo, teams. Ja. Ja, niet dus slecht, ik heb gezegd, nu minimaal top 20. Mm-hmm. En ik heb een maatje die denk ik iets beter is dan mij. Mm-hmm. Maar nu ben ik ruim van tevoren, weet ik dat ik eraan mee kan doen. Dus nu ben ik er echt voor aan het trainen. Ja, cool. Ja. En weet je wat jij zegt, hè? Nu denk ik dat het maatje al beter is. Natuurlijk onder wedstrijdspanning is iedereen die functioneert wel anders onder spanning. En vooral als je een duo race doet, dan moet je ook nog lief zijn voor die ander. Ja, dat ging jou goed af vorig jaar. Ben ik lief voor jou geweest? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, want ik vind dat wel... dat vind ik wel mooi van duo races. Maar eigenlijk ook, nou, voor mij maakt dat niet zoveel verschil. Want ik vind het ook belangrijk tijdens een gewone wedstrijd voor mezelf, dat ik ook lief ben voor mezelf. Want op het moment dat je jezelf het begin over vlos rijdt, dan rijd je het einde ook niet. Ja, dat klopt. Maar verder, wat ga je nog meer doen? Wat ga ik nog meer doen? Ja, weet ik eigenlijk nog niet echt zo. Oh, dat is alleen de eerste hier. Ja. Nou ja, we hebben sinds kort 2 kindjes. De jongste is nu 9 maanden. En dan verandert er gewoon wat in je leven. Mm-hmm. Dan heb je er wat verantwoordelijkheden bij. En dan moet je af en toe het sporten op een iets lager pitje zetten. Dat vind ik al moeilijk. Yeah. Ja, en om dan ook nog een sportief doel te stellen. Waar ik misschien niet de uren voor kan maken die ik graag zou willen. Mm-hmm. En dan, het echte doelen stellen. Vroeger was ik echt van de hele lange afstanden. Mm-hmm. Daar heb ik iets bijgesteld. En daarom ben ik nu wat meer duathlons, triathlons gaan doen. Omdat je daarbij ook kunt lopen. Ja. Dat kost gewoon wat minder tijd om te trainen. Mm-hmm. Dan dat je alleen dagen van huis bent om te fietsen. Ja, snap ik. Ja, en hoe zorg je voor die balans met thuis dan? Met die 2 kindjes. Je vrouw die ook nog gewoon werkt. Ja, dat is best moeilijk. Bijvoorbeeld qua sporten heb ik nu gewoon met mezelf afgesproken. Door de week ga ik 's avonds niet sporten. Mm-hmm. Daar vang ik op door gewoon op de fiets naar het werk te gaan. Gewoon werkverkeer. Mm-hmm. Ja, vanuit Bokstel waar ik woon, hier naar Eindhoven. Ja, dat is vaak al 60 kilometer op en neer. Soms meer. Ik ben ook wel van de omwegetjes pakken. Mm-hmm. Dus dan heb ik eigenlijk mijn door de weekse training al gedaan. Mm-hmm. En als ik de hond uit moet laten, trek ik mijn hardloopschoenen aan. Ja. Dan kan ik het lopen combineren met de hond uitlaten. Slim, ja. Dus gewoon een beetje effectiever met je tijd omgaan. En dan kun je toch sporten en ben je 's avonds thuis voor de familie. Leuk, ja. Kun je eten met de kids, samen lekker in bad, een verhaaltje voorlezen in bed. En, gezellig, ja. Dat hoort ook gewoon, hè? Ja. Ja. En welke dingen staan er nu nog op jouw planning die voor jou spannend zijn? Uitdagend? Ja, ik zou... Ja, hadden we het net over voordat we de opname starten. Ik zou gewoon wat meer zelfvertrouwen willen krijgen door voor een groep te spreken. Mm-hmm. Kijk, zo 1-op-1 met jou gaan we nog wel goed af. Mm-hmm. Maar als hier in dit kamertje 15 man had gezeten, dan
guts het zweet onder mijn oksels vandaan. Mm-hmm. Dan ben ik echt bezig van, kom ik er goed over? Wat vinden ze van mij? Maar stel voor dat je nou niet goed overkomt, wat dan? Ja, weet ik niet. Maar stel voor gewoon dat je gewoon jezelf mag zijn. Ja, precies. Misschien moet jij maar eens een paar keer een coachen daar. Want ik heb jou zien spreken. Dan denk ik, dat doet Johan gewoon hartstikke vanzelf. Dus mij? Waar? Wanneer? Ja, ik heb jou al zo voor groepen zien staan. In ieder geval bij Chima Koppie heb ik jou sowieso zien staan. Ja, binnen Chima Koppie voel ik me nog enigszins op mijn gemak, omdat het daar over fietsen gaat. Maar ik heb daar heel snel, ik dan onzeker word voor een groep. Ja. Hey, en toffe dingen, toffe events, welke komen eraan? Heel veel weer. Op de Hightech Campus al die evenementen. Ik mag voor de Nierstichting ga een fietsreis naar Zwitserland organiseren. Cool. Een nieuwe fundraising event. Oh, gaaf. Met Laurens ten Dam hebben we een gravel weekend in Duitsland in de Eifel, waar ik productiemanager ben. Ik ben nu gevraagd, het is wel leuk, mijn wielencafé ben ik echt vanuit passie begonnen. Mm-hmm. Ik ben nu door een theatermaatschappij benaderd om met mijn wielencafé naar het theater te gaan. Nee, echt? Ja. Oh, cool. Dus om het wat groter op te zetten. En dan gaan we dit jaar een paar keer proberen. En als het aanslaat, dan wie weet wordt het volgend jaar echt een theatertour. Oh, super gaaf. Ja. Oh, dat is tof. En waar ben je nu het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op? Poef. Zakelijk? Ja, sowieso op je kinderen en je vrouw. Precies. Dat privé, ja. En ja, zakelijk. Dat ik. Ja, ik wil. Ik sta af en toe te weinig stil bij wat ik heb bereikt. En jij zei het laatste tegen mij: het feit dat jij mij vraagt voor dit interview. Daar sta ik als iets. Hoezo vraag je mij daarvoor? Ja. Ja, af en toe moet ik iets meer stilstaan bij waar ik vandaan kom en wat ik bereikt heb. En omdat ik dit jaar al 5 jaar bestaan. Bezig ben. Ja. En ook nog eens 40 jaar al hoor, zou je trouwens niet zeggen. Nee, zou je niet zeggen. Ik dacht net 33. Ja, echt? Ja. Nee, maar dan heb ik zoiets van, dan wil ik dit jaar wel gaan vieren. Ja, oh gaaf, ja. Ik vind wel dat ik toch wel trots op moet zijn wat ik al heb bereikt als boomkweker. Ja. Dat ik nu toch wel ver heb geschopt al. En weet ik zeker. En als ik jou zo zie, dan vind ik het gewoon heel gaaf om te zien welke stap je hebt gemaakt. Hè. We hebben net al het even stukje over je onzekerheid, maar ik denk dat je echt super trots mag zijn waar je staat. Want ondanks dat, maar iedereen heeft dat stemmetje op zijn schouder zitten, heb je toch maar gewoon geflikt. Weet je, dan heb je elke keer jezelf die stoute schoenen aangetrokken om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En op jouw manier te gaan doen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat jij net ook zegt. Hè? Ik vind het belangrijk dat ik mijn passie volg. Ook de evenementen doe waar ik mijn passie in voel. Dus speciaal in de wielersport. Daar voel je ook meest comfortabel bij. Dus jij zegt net ook. Van als ik voor groepen sta bij Chima Koppie. Ja, daar praat ik gewoon omdat het over fietsen gaat. Ja, maar weet je. Ook daar vind ik het nog spannend op. Nee, maar wat ik wil zeggen is dat je gewoon op het moment dat je dus vanuit je, hè, dat jij je passie volgt en dat je daardoor door dat te blijven volgen, dat je zelf wel elke keer uit je comfortzone komt, ook al is dat misschien spannend, mm-hmm. maar dat is prima. Dus en dan kom je er wel. Ja, klopt. Ja, dat is wel, klopt, maar het is wel iets waar ik nog aan moet werken van mezelf. Daar mag je trots op zijn, ja. En als je één evenement dit jaar zegt en je denkt, daar heb ik georganiseerd, Sanne. Of dat moment tijdens een evenement. En toen dacht ik echt, jeetje, hier doe ik het voor. Ja, dat heb ik eigenlijk bij elk evenement wel. Als ik deelnemers met een glimlach op hun gezicht zie, dan denk ik, hier doe ik gewoon voor. Cool. Ja. Ja. Dus gewoon die tevredenheid van die. Ja, gewoon iets betekenen voor de wereld, voor andere mensen. De wereld een stukje vitaler maken. Mensen, als ik ooit overlijde, mensen zeggen, hij heeft echt iets betekend. Verschil gemaakt. Ja. Ja. De wereld een stukje beter gemaakt. Nou, daar ben je in ieder geval goed mee bezig. Ja, echt gaaf. Mooi om te horen, Bjorn. Ik heb nog een paar laatste vragen voor je.
vragen, die mag jij, zijn zinnen die je af mag maken. Mijn grootste droom is, en dan wil ik eigenlijk dat jouw nog grotere droom dan deel te nemen aan, of een bijdrage te leveren aan Vuelta. Wat was je grootste droom? Jezus. Ja, mijn grootste droom was ooit om profrenner te worden, maar dat ga ik niet meer redden. Op je 40ste, nou ja. Nee. Ja, jeetje. Nog een reis of zo met je kinderen, met je familie? Nee, ik ben niet zo van het reizen. Mijn grootste droom. Hey, die vind ik echt heel moeilijk. Ik doe alles op mijn gevoel en komt zoals het komt. Nou, dat is ook een mooie. Ja, mooi. Vind ik ook mooi. Als je een mooie plek op je gevoel en dat je gewoon... Ja, gelukkig worden. Gelukkig zijn. Ik wil dat ja. Ik zag jouw gezicht. Ja. Gelukkig worden. Correctie, ja, ik ben gelukkig. Sommige mensen zeggen misschien veel geld verdienen of weet ik het wat. Nee. Gelukkig zijn. Doen wat je leuk vindt. En, ja, maar dan ben je ook... Want dat doe je. Je bent doe wat je leuk vindt. En dan ben je in mijn ogen heel rijk. En ik had afgelopen woensdag... was ik met mijn buurjongetjes gaan trampoline springen in zo'n jump square. In zo'n groot... Ja, oh, dat heb ik gezien. Ja. Ik heb jou niet springen op Instagram volgens mij. Ja, echt superleuk. En ik geef hun altijd belevingen voor hun verjaardag. Want ik vind het heel belangrijk dat, weet je, heb genoeg spullen en kan die kinderen nog wel iets geven. Maar ja, dat belandt toch bij de grote hoop. Mm-hmm. Dus mijn woensdag was anders verlopen. Of ik had in ieder geval tijd in mijn agenda. En zij kwamen bij mij langs de deur. Ik zei, hebben jullie niks te doen? Nee, ik heb niks te doen. Ik zei, weet je wat? Dan gaan we vanmiddag trampoline springen. Oh, dat is goed. Dus wij trampoline springen. En toen zaten we in de terugweg in de auto naar huis. Zegt dat buurjongetje tegen mij. Het zijn er drie, maar het oudje zei tegen mij. Sanne, jij bent helemaal niet rijk. En ik moest wel lachen. En ik vond het wel een mooie uitspraak. Ik zei, hoezo ben ik niet rijk? Hij zei, Sanne, je woont in het dorp. Je woont gewoon in de wijk. En je rijdt een kleine auto. Ja. Of ik rijd een oude auto. Nee, we rijden helemaal geen oude auto. We rijden een polo, gewoon een mooie polo. En wij wonen, vind ik, in een groot huis. Maar inderdaad in de wijk. Dus ging ik met hem een gesprek aan. Ik zei, maar wanneer ben je dan rijk? Ja, als je een groot huis hebt en buitenaf woont, een grote auto. Ik zei, oké. Maar ik zei, je weet helemaal niet hoeveel geld ik op mijn rekening heb. En dat doet er trouwens ook niet toe. Ik zei, maar weet je wat rijk zijn eigenlijk echt is? Ik zei, rijk zijn is dat je rijk voelt. En dat je, hè, dat is een heel mooi gesprek met een kind van 9 jaar over wat rijk zijn is. En dat het niet altijd per se om geld gaat. Maar dat het ook mooi is dat je rijk bent. Dat je gewoon op woensdagmiddag met je buurjongens kan trampolines spelen. Ja, precies. Ik zei, want dat, als ik misschien achteraf woonde, dan grote kans dat het als ik daarvoor had gekozen. Dat ik misschien mijn eigen bedrijf niet eens was gestart. En dat ik niet eens op woensdagmiddag trampoline mee kon springen. Er zijn er genoeg die veel geld verdienen, die omkomen van de stress en niet weten hoe ze het allemaal moeten doen. Ik ben er verschillende mensen van het coachen die dus zeggen, letterlijk zeggen, ja, Sanne, ik ben heel rijk, ik heb een dik huis, mooie auto op de stoep gestaan, maar ik weet niet wat ik wil met mijn leven, mm-hmm. mijn relatie, weet ik niet. En ja, ik heb mijn kinderen wel groot zien worden, maar ja, of ik er nou echt van genoten heb, ja, dat weet je, dan ben je... materialistisch rijk. Ja. Ja. Dat is heel mooi. Dat zie ik jou echt doen. Gewoon rijk zijn. Ja. Ja, precies. Dat is een keuze. Oh ja, ik had nog meer vragen. Je had er nog meer, hè? Ja, ik geloof in. Ik geloof in dat je door bewegen, sporten, meer energie krijgt en gelukkiger wordt. Dat doe jij ook goed. Ik wens de wereld. Ik wens de wereld... jeetje. Ik zet je niet zomaar ontspot. Nee. Ik wens de wereld... jeetje, wat moeilijke vragen, joh. De wereld. Volgens mij heb je het... Een mooie toekomst. Je zei het straks zo mooi, die sportevenementen of dat je... Ja. Ik wens de wereld meer glimlachen toe. Dat zei je inderdaad net. Je zei net inderdaad, als mensen gewoon met die glimlach over de streep komen, dan ben ik al heel blij. Ja, zeker. Ja, tegenwoordig als je social media ziet hoe mensen af en toe kunnen reageren op berichten en dingen. Ja. Denk jezus.
ja. Niks beters te doen. Ja, ja, ik sta er ook wel eens ooit van te kijken. Mensen zomaar hun mening uiten. Inderdaad, ja. Social media is heel makkelijk. Maar zou je dat in het echt ook tegen iemand zeggen? Vraag ik me dan wel eens af en zo. Nee, precies. Inderdaad. Het voelt wel lekker veilig, hè? Vanuit social media. Ja. Lekker roepen. Ja. Ja. Heb je dat zelf ooit meegemaakt? Dat ze negatief richting mij op social media? Nee, gelukkig niet. Maar ik moest vanochtend wel lachen. Die kerel die nou op social media helemaal trending is. Die met zijn middelvinger met Mathieu van der Poel op de foto staat. Die Belg. Heb je niet gezien? Nee. Oh. Er is één foto dat Mathieu op parcours zit. Dat er een supporter op de achtergrond een Belg met zijn middelvinger omhoog staat. In één beeld gegrepen. Mm-hmm. Ja, die staat gewoon vol met zijn gezicht op beeld. Dus ik denk dat hij vandaag iets uit te leggen heeft bij zijn baas. Oh, en met welke context stond hij in de krant? Nou, Mathieu had hem zelf gedeeld op zijn Instagram story. Die zet hij heel mooi onder classy. Ja. Yeah. Met de vingertjes erbij. Ja. Van klasse, jongen. Oh, best bijzonder. Ja. 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 Ja, Mathieu, voor de luisteraars die niet hebben gevolgd, gisteren is Mathieu wereldkampioen geworden. Een hele mooie wedstrijd. Zeker. Ja, een dameswedstrijd. Oh. Was mooi commentaar. Ik stond helemaal op mijn stoel. Nou ja, ik vond het heel mooi dat Sanne Kant won. Maar ik stond wel met commentaar geven. Ik zat helemaal aan het redden. Ja, ik heb op Eurosport gekeken met jouw commentaar. Ja? Ja. Ik vond dat je opvallend positief was. Ondanks dat ik in Nederland won. Ik vond dat zij oprecht de beste renster in de race was. Ja, de focus die ze al heel de race had. Dat is dan ook een beetje mijn tak van sport natuurlijk mentaal, vond ik gewoon dat zij heel sterk was. Ja, dat straalde er ook vanaf gewoon. Zag je vanaf de bank. Ik vind het natuurlijk balen dat er geen Nederlandse kampioen is, maar ik vind wel dat het beste heeft, niet de beste van het seizoen, absoluut niet, maar de beste van die wedstrijd heeft gewonnen. Juist een moment gepiekt. Ja, ja, dat is waar. Hey Björn, dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Oh. Ook hier zou ik een beetje tegenop. Nergens voor nodig. Ja, het was natuurlijk een mooi gesprek. En mooi om jouw verhaal te horen. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Dit was weer echt een tof interview. Ik heb er weer heel veel waardevolle inzichten uitgehaald. Mocht jij nog iets voor mij willen doen, want ik zou het leuk vinden als nog meer mensen naar mijn podcast gaan luisteren. Zou ik het tof vinden als je voor mij een review schrijft. En of deelt op social media, tag me gerust. En ik vind het enorm leuk om jullie reacties te lezen. Dus dank je wel hiervoor. En mocht je een specifieke vraag of nieuwsgierig zijn naar een bepaalde gast, stuur me gerust een berichtje via social media. Nou, jullie kunnen mij vinden op Sanne van Paassen. Fijne dag en tot de volgende keer. Doei. Come on and move your body now.